De Intratuin in Voorschoten die verhuist in maart volgend jaar naar Lisse. Dat betekent dat het dit jaar voor het laatst is dat de traditionele kerstmarkt in Voorschoten te bezoeken is. We hadden natuurlijk in de winter voorheen niet zoveel te doen, hè, in de tuincentrumbranche. Want dat is natuurlijk heel veel plantjes en potten en later kwamen er wel wat tuinmeubelen en dat soort dingen bij. Maar ja, in de winter dan gaan heel veel mensen natuurlijk niet de tuin in. Hè, te koud, te nat of het vriest. Dus ja, op een gegeven moment zijn we daar wat anders voor gaan verzinnen. En ja, wij hebben dat heel mooi uit kunnen bouwen omdat we de tijd hebben, de ruimte en de mensen om het te doen. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot wat het nu is. Komt er in Lisse weer een kerstmarkt of is dit echt het allerlaatste jaar? Nee, hou op, schij uit joh. Die wordt nog veel mooier en veel groter dan deze. Dit is nog maar het begin. Het is onze mooiste en grootste kerstshow die we hier gehad hebben ever. Maar in Lisse hebben we eigenlijk al bij het ontwerpen van het pand hebben we rekening gehouden met de kerstshow. Waardoor het allemaal hele mooie aansluitende afdelingen zijn. Dus je gaat straks in Lisse ga je één keer de kerstshow in. En ja, je gaat pas weer het kerstgevoel kwijtraken als je de kerstshow uitloopt. Nou, ik schrik er een beetje van dat jij nu net tegen ons zegt van dat dit de allerlaatste kerstshow van Intratuin in Voorschoten is. Ergens had ik wel gehoord dat ze ooit eens weg zouden gaan, maar dat dit de allerlaatste is. Ik kom hier al 100 jaar, dus ik ga het vreselijk missen. Bent u hier al vaker geweest? Ja, ik kom vandaag voor de vierde keer. Ik weet het niet heel zeker, maar ik denk niet dat hij zo'n dikke buik heeft. Ik denk dat hij wel iets slanker is. Ik zou eerlijk zeggen, wij zitten natuurlijk al vanaf eind augustus in de kerst. Dus ik heb er zelf eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus ik heb thuis een heel klein kerstboompje staan. Uiteraard met flesjes drank erin en van die wijnglazen. En dat is heel leuk.